Een beetje lang, maar ja, dat, ik heb het er wel voor over. Er zijn meerdere kastelen die we bezoeken. En vandaag is Duivenvoorde aan de beurt. Waarom kiezen we daarvoor om op tweede Pinksterdag hierheen te gaan en niet naar de woonboulevard? Ja. Oh nee, die woonboulevard die kan je elke dag bezoeken. Nooit geweten dat Nederland nog zulke kastelen heeft, laat ik zo zeggen. Het is enorm druk, maar het is nu de dag van het kasteel in heel Zuid-Holland en heel Nederland eigenlijk. En dat trekt altijd heel veel publiek. En dan zijn we op een andere manier geopend, eigenlijk doorlopend. En dan kunnen mensen kort, lang, net wat ze willen, blijven met allerlei activiteiten buiten. Dus altijd een drukke dag. Duivenvoorde en dat zo dichtbij, nooit gedacht.